create together with them. Hi, I'm Joe Suki and I'm gonna jump out of this bungee thing. It's going to be awesome. Mijn naam is Joey. Ik ben 10 jaar lang DJ en producer geweest. Na die aantal jaren ben ik op een gegeven moment in een burn-out terechtgekomen. Heel veel tijd gaan steken, muziek gaan maken, samenwerking gaan doen, veel boekingen doen, een boekingskantoor gezocht, een manager gezocht. En vanaf daar is het hard gegaan. In die tijd heb ik eigenlijk de hele wereld rondgereisd. Ik heb met Hardwell een plaat gemaakt, met Firebeats, met Kill the Bus, met heel veel anderen. Ik heb remixes gedaan voor Jennifer Lopez, voor Pitbull. En ook nog vele anderen. Ik heb op Tomorrowland gedraaid. Ik heb op Creamfields gedraaid. Elk continent van de wereld wel gehad. Tot eindelijk op het hoogtepunt van mijn carrière, 2014. Waar ik echt een gigantisch druk schema had. Ik zou daar van mei tot augustus de hele wereld rondvliegen. Drukke tourschema's, veel vliegschema's. En eindelijk aan het begin van die zomer ben ik in een burn-out terechtgekomen. Doordat ik te veel hooi op mijn vork had gehaald. Ik ben naar India gegaan voor 5 dagen, een mini-tour. En tijdens die mini-tour ben ik eigenlijk volledig ingestort, mentaal en uiteindelijk fysiek ook. En dat was voor mij een gigantisch kantelpunt in mijn carrière. Ik voelde me in en in ongelukkig. Ik was alleen, ik zat daar op mijn hotelkamer, net uit een drukke club waar vol stonden mensen, waar iedereen naar zijn zin had. Maar ik was alleen en mijn vrienden zaten thuis, mijn vriendin zat thuis, mijn familie was thuis. En ik was ongelukkig en ziek, maar ik moest door. Ik moest vooral andere boekingen doen, ik had nog 2 boekingen te gaan en ik moest door. Ik moest wakker worden, het vliegtuig in en door. Het enige wat ik wist is dat er ergens iets niet goed ging. In mijn hoofd, in mijn lichaam, in alles. Dus ik, ja... De eerste gedachte was psycholoog, daar moet ik naartoe. Dus naar de psycholoog geweest en die heeft eigenlijk... Sorry voor mijn hoesje trouwens. Neem even een slokje. Een paniekaanval krijgen was voor mij volledig nieuw. Ik wist eigenlijk ook nooit wat het was of hoe het voelde. Ik had er ooit van gehoord, via, maar ik had het nog nooit ervaren zelf. Toen ik eenmaal mijn eerste paniekaanval had gehad, waar ik achteraf achter kwam, besefte ik al snel dat ik dit vaker had gehad. Alleen had ik het gewoon nooit beseft. Na mijn boeking probeerde ik altijd zo snel mogelijk terug naar de hotelkamer te gaan. En dat was eigenlijk omdat ik in de club voelde ik vaak een soort van angst. Angst om de meest rare dingen. Angst om aangevallen te worden. Angst om ziek te worden. Wat dan ook. Een heel rare vorm van angst. Dus ik wilde altijd zo snel mogelijk terug naar mijn hotelkamer. Maar de hotelkamer was eigenlijk ook een hele eenzame plek voor mij, want daar was niks. Daar was het stil, daar waren geen mensen. Qua eten lette ik heel erg op. Ik leefde eigenlijk alleen op water en op droge koekjes, dus ik was ook redelijk verhongerd. Dus op mijn hotelkamer belde ik eigenlijk altijd via FaceTime of mijn moeder of mijn vriendin, om eigenlijk altijd maar iemand naast me te hebben. Zodat ik mijn verhaal kwijt kon, zodat ik het idee had dat ik niet alleen was. En dat er iemand naast me zat die mij kon ondersteunen en positiviteit kon toespreken, omdat ik dat daar had behoefte aan op dat moment. Ik heb nooit echt goed geweten wat ik met bekendheid aan moest. Met het feit dat ik herkend werd op straat, met het feit dat mensen op de foto wilden met mij. Dat zijn dingen waar ik eigenlijk nooit echt aan heb kunnen wennen en wat ik ook nooit echt heb kunnen snappen. Ik was zelf ook, fan van iemand, maar ik vond het woord fan altijd best eng. Ik probeerde het altijd zo te beschrijven dat ik waardeerde iemand om de dingen die hij deed, maar ik was niet zozeer fan. Het feit dat iemand alles over mij wist, het feit dat iemand wist waar ik was, waar ik woonde, wat voor dingen ik deed in mijn vrije tijd, vond ik heel beangstigend. Dat zijn dingen die wel bij mijn artiestenleven kwamen kijken. Alleen ja, is het dus nog een beetje zoeken wat voor beroep dan precies in welke branche, dat soort dingen. In de eerste instantie wou ik uit de muziekbranche weg. Maar toen dat weer terug begon te komen, dacht ik van nee, ik wil toch wel echt in de muziekbranche blijven. En toen dacht ik van nou, laat ik van mijn negatieve en positieve ervaringen een beroep maken. En dat is een artiestcoach geworden. Ja. Het is ook nog iets wat eigenlijk niet bestaat.
Mijn werk bestaat voornamelijk uit artiesten coachen en uit content maken, dus video's maken, instructievideo's ook wel een beetje. Waarin ik artiesten uitleg hoe bepaalde onderwerpen in de industrie werken, hoe je je plaat het best kunt tekenen, hoe een managementcontract eruit ziet, hoe een platencontract eruit ziet, maar ook hoe je bijvoorbeeld je social media het best kunt runnen. Mijn dag ziet er meestal uit, grotendeels achter het kantoor, wat ik huur, maar ook gesprekken met artiesten en daarin probeer ik die jongens te motiveren, nieuwe inzichten te geven en vooral naar huis te sturen met nieuwe kennis en handvaten, zodat ze door kunnen met de komende maand. De mens gaan leren kennen. The reason for this is simple. Collaboration is exposure. Na gestopt te zijn als artiest, heb ik ervoor gekozen om door te gaan in mijn leven als artiestencoach. Buiten mijn baan, zijn er ook andere dingen veranderd. Ik heb een nieuwe relatie, ik heb een nieuw huis en een nieuw ding daarvan is ook een kind. Ik had heel erg de behoefte om te settelen en om een toekomst te gaan bouwen samen met iemand. Dat is mijn nieuwe vriendin geworden en wij verwachten nu samen ons nieuwe kind.